Goedenavond, beste kijkers. Ja, goedenavond, beste kijkers, en welkom bij aflevering 1 van het nieuwe tv-programma Ik heb het gemaakt. De titel van deze aflevering is Ik heb het gemaakt. U vraagt zich misschien af waarom. Wel, het is omdat ik het gemaakt heb als televisiester. Ik heb namelijk gisteren mijn allereerste fantekening gekregen. Ik ben heel blij. Ik heb de tekening ook al ingekaderd. En ik voel mij echt alsof ik iets bereikt heb in mijn leven. Ja, ik ben super blij. Dus daarom gaan we het vandaag hebben over de tekening. Omdat ik vind dat daar toch wel een beetje aandacht aan mag worden geschonken. Oké, ik ga de tekening eens tonen en we zullen die eens bespreken, hè. Voilà, hier hebben we de tekening. Ja, zoals je ziet is die al ingekaderd. Het gaat om een tekening die gemaakt is op een stuk wit papier uit een schetsboek of een blok, denk ik. De tekening is 225 mm hoog en 320 mm breed. En de tekening is gemaakt met potlood en met viltstift. Het is een figuratief werk, in 2D natuurlijk, want het is een tekening. En op de tekening zien we eigenlijk een scène die duidelijk geïnspireerd is op een aflevering van aflevering 1. De aflevering Bolognese twijfels, waarbij ik mijn groenten in vormpjes snijd, omdat ik niet zo goed weet wat ik wil doen met dat tv-programma. En ik vraag tips aan de kijkers over wat ik zou moeten maken van tv. Dus je ziet dus wel duidelijk dat dat daardoor is geïnspireerd. Je ziet eigenlijk een bovenaanzicht van een aanrecht van de keuken. Je ziet daarop een snijplank met een aantal groentjes in vormpjes gesneden. Er is een bakje champignons links in beeld. Ik denk dat dit schillen zijn van ajuin. Dit weet ik niet zo goed wat dat is. Dan hebben we volgens mij zout en een soort van bouillon en peper. Nog een potje. En dit zijn twee stukken aloe vera. We zien ook dat er een personage verschijnt in beeld. Dat ben ik. En we zien ook nog een stukje courgette op het aanrecht liggen. Het is dus eigenlijk een stilleven en een portret. Eigenlijk een combinatie van de twee. Je kunt dus duidelijk zien dat de maker, Elias, duidelijk wou tonen wat hij in zijn mars had eigenlijk. Dus je hebt echt wel de weergave van groenten en fruit en ook een aantal stukken, een aantal objecten. We hebben een stukje natuur en we hebben ook het portret. Dus het is echt wel... het was duidelijk de bedoeling om de kunde tentoon te stellen. Het perspectief, daar hebben we het al kort een beetje over gehad. We hebben een bovenaanzicht, wat eigenlijk wel een heel bijzonder perspectief is. Op het eerste zicht ook een beetje verwarrend voor wie de inspiratie niet kent. Hè, wat doet dat hoofd hier dan en zo? Maar eigenlijk is het heel goed gelukt. Het is zeer dicht bij de waarheid. Maar eerst, dat ben ik nog vergeten, moeten we het wel vooral hebben over de materiaalkeuze. We hebben de stift en die is op een zeer expressieve manier gebruikt. En ook, wat ik een heel fijn detail vind, is dat de expressie in het scheuren van het vel uit de schetsblok, vind ik ook echt een mooie toevoeging.
Je ziet ook dat er over is nagedacht. Hier staat ook, er is de typografie aangebracht met eigenlijk een extra boodschap voor Maya. Die was ook eerst dan aangebracht in grafietpotlood en daarna toch nog even extra benadrukt met groene veldstift. Zie hier ook echt de details. De wortels zijn inderdaad oranje. En er is ook echt redelijk goed nog binnen de lijntjes gekleurd. Dat vind ik ook echt zeker niet slecht gedaan. Dit is ook heel, heel, heel uitzonderlijk. Ik heb eens gekeken naar mijn snijplank thuis. En inderdaad, daar zit een barst in. Dus het oog voor detail is zeker aanwezig. Hier is denk ik wel een worteltje vergeten. Alhoewel ik nog eens zou moeten kijken bij het origineel of dat dit misschien toch niet een courgette is. Hetzelfde hier. Alles is heel, heel, heel goed gedaan. De symboliek is ook wel heel, heel duidelijk, natuurlijk. Je ziet hier iemand, een persoon die misschien toch een beetje mistroostig eruit ziet, een beetje slechtgezind, een beetje gestresseerd, een beetje gefrustreerd. Een persoon die... Het hangt er een beetje vanaf. Als je deze streep niet meeneemt, is het een persoon die een beetje... slechtgezind is misschien. Als je dit samen als mond bekijkt, is het iemand die heel goed aan het uitleggen is. En dan zou ik dit ook wel zien als bewegingsstreepjes. Ik zal kiezen om dat niet te interpreteren als snorharen. Dit was natuurlijk februari. Hè. We zaten volop in lockdown, denk ik. En een persoon die toch een beetje de weg kwijt is. Je ziet hier een hele... een soort van ontsnappingspoging. Er wordt gezocht naar plezier, naar verschillende manieren om dit op te lossen, om die dagelijkse sleur van koken en aanwezig zijn thuis te doorbreken. Maar het lukt misschien toch niet zo goed. Er is natuurlijk ook een kleine hint hier. Hè? Je ziet twee takjes van een plant. Een kleine hint naar misschien een verlangen naar een terugkeer naar de natuur. Een ontsnapping uit de stedelijke context. Heel veel huiselijke symboliek ook, hè, met het potje zout, het potje peper. Dit hier is eigenlijk nog altijd een groot raadsel. Er zal waarschijnlijk wel een hele, hele diepe betekenis hebben achtergezeten, maar dat zal dan toch misschien meer aan de experten zijn om dat uit te maken. Blauw is echt wel... Eigenlijk gewoon deze combinatie van kleuren, hè, het wit van de champignons en dan de blauwe, het blauw van het bakske, doet ook wel een beetje denken aan zo van dat Nederlands, van het Delfts blauw servies. Dus eigenlijk is het ook wel een beetje een verwijzing, denk ik, naar vroegere tijden. Tijden waarin alles simpeler was. We hebben hier ook natuurlijk twee harten. De harten staan natuurlijk voor verbintenis met andere mensen. Dat gaat over passie, over verlangen. Hier ook de cirkel. Het gevoel van routine en oneindigheid. Iets dat voor altijd blijft doorlopen. Dus de dagelijkse sleur van de lockdown. Hier ook een ster. Een ster en een ontploffing. De ster eigenlijk ook... Een beetje zoals de natuur, een verlangen naar een andere wereld, een wereld ver weg van huis, met veel avontuur. En daar staat eigenlijk ook dit voor. Dat gaat over een verlangen naar avontuur, gevaar, iets onvoorspelbaars eigenlijk. En natuurlijk deze weergave van ajuinschillen en voedselresten, maar vooral eigenlijk die schillen, tonen ook wel echt de gelaagdheid van de symboliek. Oh ja, de techniek is gewoon onberispelijk. Dat kunnen we eigenlijk, denk ik, daar kunnen we het over eens zijn. De weergave van het haar ook, daar is duidelijk een andere techniek voor gebruikt. Met heel veel detail, ook kijk naar de richting van het haar, de expressie. Er is ook gegomd geweest, dus er is echt heel veel aandacht aan besteed. De blik zit ook juist, er wordt niet scheel gekeken. Dus het is eigenlijk een hele, hele goede... Een goede weergave. Dat rest mij nog om te zeggen hoe ik mij eigenlijk voel als ik kijk naar dit beeld. En dan voel ik mij vooral echt heel blij en dankbaar dat ik
de erkenning eigenlijk krijg van eigenlijk toch een echte ware fan te mogen hebben. En ik vind, ja, ik voel mij wel echt alsof er mij eer is aangedaan. Ik voel mij echt vereerd. Dus ja, als je ook graag tekent, stuur mij al je tekeningen op. Ik ga ze ophangen in mijn huis. Sowieso. Deze komt in de keuken. Dank u, Elias, voor de mooie tekening. Ik ben er super blij mee. En ja, dus als iemand mij nog een tekening wilt sturen of zo, mocht mij altijd mijn adres vragen via WhatsApp of bel mij gewoon een keer. Dit is mijn nummer. Ja, en dat was het. Oké, dank u, Elias. Bedankt om te kijken, iedereen. En tot volgende week. Dag.